Vanavond is de persconferentie, maar de uitkomst is zoals meestal al uitgelekt. Er is opluchting onder de kappers, winkels en sportscholen, die mogen weer onder bepaalde voorwaarden open, maar er is ook verbijstering en teleurstelling. De horeca en de cultuursector blijven namelijk dicht. En hoe valt dit uit te leggen? Wel naar de IKEA, maar niet naar het museum. Ernst Kuipers, onze nieuwe minister van Volksgezondheid, en premier Rutte gaan het ons uitleggen. Om 7 uur te zien op NPO 1. Ook de burgemeesters van Noord- en Midden-Limburg hebben van zich laten horen. Ze zijn zich ervan bewust welke problemen, maar ook uitdagingen, de lockdown voor de mensen met zich meebrengt. Door de aanhoudende coronamaatregelen staat het water ook bij veel Limburgse ondernemers aan de lippen en vrezen zij voor hun voortbestaan. Maar er is natuurlijk nog meer aan de hand. De burgemeesters hopen oprecht dat het kabinet vanavond gehoor geeft aan de roep uit de samenleving. Ze vertrouwen erop dat ondernemers aanstaande zaterdag een verstandige afweging maken en hopen met hen dat ze weer snel en volledig kunnen gaan ondernemen. Zoals het er nu uitziet, mogen de winkels onder voorwaarden gelukkig weer open. Dat geldt ook voor de kappers en de sportscholen, maar niet voor de horeca en cultuursector. Maar vanavond weten we het zeker wat de maatregelen zijn geworden. De Medicura zorgwinkels in Roermond en Weert gaan samen verder. De vestiging in Roermond sluit morgen zaterdag 15 januari haar deuren. De Medicura zorgwinkel in Weert wordt momenteel vernieuwd en uitgebreid, maar blijft wel gewoon open. Verder informatie is te vinden op de website van Medicura. Wordt kasteel Aldegoor in Halen het allermooiste kasteel van Nederland? In samenwerking met de Nederlandse Kastelenstichting en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zijn 50 kastelen geselecteerd voor het mooiste kasteel van Nederland. Een van deze 50 kastelen is kasteel Aldegoor in Halen. En aan welke criteria moet een kasteel voldoen om mee te kunnen doen aan de verkiezing? Het moet in ieder geval van middeleeuwse oorsprong zijn. Een gedeeltelijk zichtbare slotgracht, een ophaalbrug, torens en versterkte muren. Het moet een rijksmonument zijn en regelmatig geopend voor bezoek, niet alleen voor de tuinen. Andere Limburgse kastelen die ook meedoen zijn kasteel Hoensbroek, kasteel Valkenburg, kasteel Keverberg in Kessel en kasteel Limbricht. En wil je ook stemmen? Ga dan naar de website van de ANWB. U kunt stemmen tot 6 maart. En dan de mondkapjes. Ze worden veelvuldig gedragen omdat het OMT dit adviseert. Maar waar blijven al die oude kapjes? Ze worden helaas niet altijd in de afvalbakken gedaan, maar op straat en in de natuur gedumpt. Dieren kunnen met hun pootjes bekneld raken in de draadjes van het kapje. Het meeste afval zie je in de grote steden en dat is een vervelend probleem aan het worden. Het komt toch weer neer op de discipline van de mens. Maak van de straat en de natuur geen vuilnisbelt. Maar hoe lang duurt het eigenlijk voordat het mondkapje is afgebroken? De standaard mondkapjes, die te koop zijn bij de supermarkt of drogist, bestaan uit 3 lagen propyleen. En uit onderzoek van onder andere de TU in Delft is gebleken dat het tientallen jaren duurt voordat het mondkapje is afgebroken in kleine deeltjes. Maar dat geldt ook voor vele andere artikelen die in de natuur worden weggegooid. Onlangs bereikte ons het verdrietige nieuws dat onze weerman Gerard Peters op 7 januari jongstleden is overleden. Jarenlang gaf hij de luisteraars van het programma Weekend Wegwijzer getrouw uitleg over de verschillende soorten weertypes. Gerard was al geruime tijd ziek. Hij was uitbehandeld, maar toch wilde hij zolang hij kon op zaterdagochtend het weerbericht blijven doen en dat heeft hij ook gedaan tot hij niet meer kon. Morgen zaterdag 15 januari blikt het radioprogramma Weekend Wijkwijzer terug op zijn werk. We zullen zijn gedrevenheid moeten missen, maar vergeten doen we Gerard nooit. Alle sterkte gaat uit naar zijn familie. En wederom nachtafsluiting van de tunnels aan de A73 ter hoogte van Roermond.
De Roertunnel en de tunnel Zwalmen zijn vanaf vrijdag 14 januari 8 uur 's avonds tot zaterdag 15 januari 6 uur 's ochtends afgesloten voor regulier onderhoud. Verkeer wordt omgeleid via de N273 en moet rekening houden met extra reistijd. En dan het weer voor 15 en 16 januari. Het wordt een vrij droog en zonnig weekend. Misschien een klein beetje motregen op zondag. Houd rekening met mist in de ochtend. Temperaturen rond de 5 graden. Elk weekend zendt Omroep ML5 het weekoverzicht uit. Aanstaande maandag zijn we weer terug met ML5 Actueel. We wensen u een prettig weekend.